Anantalraksen speelde altijd wel een rol. Dat had ik ook wel een grote liefde van hem om dat totaal op te gaan nemen. Eigenlijk met die cyclus, hij is begonnen in 1983, zijn er al de eerste stukken van verschenen. Ik heb nog, eigenlijk een paar dagen voor zijn dood, heeft hij nog een klein stukje onleesbaar geschreven van nog een Anantalraks. Ja. Ja. Maar het was niet goed, zei hij. Eric came into my life at the right time, let's say. I think he would be way more popular now than because he just had to fight, and I think it was a very hard time for him to compose in the way he did. And I hope that like the CD recording which we're doing now will help in his popularity, and I hope it will, you know, lead to some reappreciation of his music. When I came to Neumarkt for the first time, we went to the Reitstadel, and you enter basically through the new part of the building, and you come into this room, and there you're almost hit by the ambience in there, and you think this is the perfect place to record classical music. The Reitstadel is a very interesting place. It has a large history of piano recordings. It used to house a Steinway that was very, very special, was used a lot by Alfred Brendel, Mari Pariah recorded here. Andras Schiff, I think, has his own Steinway grand piano in one of the artist rooms next door. It's a medium-sized concert hall. They call it themselves an acoustic miracle. Waarom we Ralf gekozen hebben eigenlijk, maar dat zit een beetje, is denk ik via gegaan. Dat Erik misschien ook geïnformeerd heeft naar wie daar nou geschikt voor zou zijn, welke leerlingen op het conservatorium daar geschikt voor zou zijn. Ik dacht dat het via een collega eigenlijk hem heeft opgegeven. Ja, ik denk dat zo is het gegaan. En zo hebben ze een afspraak gemaakt in het conservatorium en hebben ze met elkaar gesproken. Ralf van Raat is without any doubt one of the most interesting performers of contemporary piano music. He had an incredible start to his career. He started recording for Naxos. I think his first recording was the complete piano works of John Adams, and that alone was a surprise because Adams is not a composer you usually associate with the piano. There's incredibly many different styles and many different types of music nowadays available that just doesn't get performed that much. And it needs people like Ralf von Raat to bring these pieces to attention of the broader audience. And him having a big career and being a very accomplished, amazing pianist, he's able to get this music to bigger stages. Having Erik's wife here and Dirk makes it, you know, like you have like half of Erik's voice is already here. The first time I heard of Erik, I was studying in Chicago in America at Northwestern University. It was in 2001, so at that time I must have been 23 years old. And I got a fax. At that time, we still had faxes. Would you be interested in listening and possibly recording some works by Erik Lotigius?
And I liked so much about American music that it was jazzy, it was still consonant, even though there were definitely spicy parts to music. But then I saw Erik's music and I thought, this is pretty amazing. I never knew that in Holland there was a composer that wrote a similar kind of music, but still very individualistic. Ja, ik denk dat die invloeden van de jazz, die duidelijke rol speelde bij Erik, in eerste instantie kwamen van Bix Beiderbecke. En wat hem ook duidelijk beïnvloed heeft, is Kurt Weill. Dus de componisten rond Brecht. Daar was hij ook bijzonder door gefascineerd. There's something more about his music which, I don't know if you could call it soul, or it has something that makes it very distinctly his personal style. He was thrilled by music that was both visceral and intellectually stimulating. And you can actually see in the way his music progresses that he takes all of these influences. Just like other composers, like Stravinsky took all of these influences. They took influence from jazz, from surrealism. And of course, Erik took influences from minimal music as well. And then he just creates something his own out of those influences. He did not go along with the avant-garde people at that time, which I think is very brave. Nou, hij is eigenlijk begonnen als heel klein jongetje al, omdat zijn moeder was pianiste. En als vierjarige wou hij heel graag al pianoles hebben. Hij wou pianist worden op een gegeven moment. En dat is geblokkeerd door een ongeluk eigenlijk, dat hij geen pianist kon worden. Dat de linkerhand niet goed functioneerde. Hij was altijd bezig met muziek. Het speelde altijd een rol, muziek, in zijn leven. En dat was ook grappig, zat je in een café en dan gaf hij keurig antwoord en zei hij, goh, mag ik even tussendoor, zei hij, mag ik een servetje? En dan schreef hij gauw een paar nootjes op en zei hij, zo legde hij dat terzijde. En dan ging het gesprek weer door. Hij is ook wel, toch wel agressief benaderd ook door muzici. Ook dat hij dus oudbollig schreef, hele negatieve dingen hebben gedaan, dus de mensen uit de zaal gejaagd hebben. Dan was hij echt wel heel boos en omdat dat is gebeurd. Ja. I think a reason why he is not that popular as he deserves to be is because he consciously did not want to join the avant-garde group with the composers that at that time were at the forefront and saying, you know, here we are, and they got all the attention. And Erik was modest, and he decided, you know, not to go along with them and to stay to his own roots and his own aesthetic. And he tried to stay, you know, consonant, accessible. Directly appealing to people's emotions. Even though I think it's very important to stress that he's not an unjustly forgotten composer. Actually, towards the end of his life, he was definitely successful as a composer. He had many performances. Some of his work has been viewed in a totally different light in the last two decades of his career. Erik Luttig is a great fit for the label. Is he was thinking differently, but he wasn't looking to be different aggressively in any artificial way. I think he knew he had something unique to tell as a composer, and he just saw it through without compromise. And that's something I think we feel attracted to.
ik dacht dat het 2003 was dat de eerste opname van het Anderhalf Thalrax begonnen. Ook met deze pianist, ook met Ralf van Raad. Hij is eigenlijk begonnen met 9 stuks. Dat was eigenlijk het begin. Het zou ook een soort oefenstukken zijn waar je wat rustig begint en dat het steeds moeilijker zou worden. Maar het zijn er dus 24 geworden tot 2013 toe. Eigenlijk nog 1 bis zit erbij, 16 bis. Het lijkt heel simpel. Iedereen denkt, dat speel ik wel, dat gaat lukken. En dan beginnen de problematieken meestal. Ritmische problematieken. En het is glashelder allemaal, je hoort het. En dan begint het probleem eigenlijk. Dat je denkt, ik doe dit wel even. En daar loopt iedereen wel tegenaan. It's actually pretty cerebral as well. It's pretty much an intellectual game that he played. What for us, I think, is the most important factor to decide on is it has to be interesting and it has to be special and it has to be engaging. And I think that was our starting point for Soleil, is that if you're going to release music nowadays, if you're going to make the effort of putting time and money and also your emotions into a project, then it has to have the wow factor in a way. It has to be something that really stands apart from the rest. Een heleboel materiaal wat Erik allemaal geproduceerd heeft, dat is onvoorstelbaar eigenlijk. En er is bijna alles is ook gedrukt, is allemaal door de muziekuitgeverij gedrukt. Dat is dus heel mooi. En er zijn zeker plannen om verder te gaan, maar we gaan eerst dit project afwerken en dan gaan we eens verder kijken, met name ook blaasmuziek.